drie hartjes van Melissa Orlevers. Lange tijd. Lange tijd antwoord op mijn vraag. Waarom er zoveel oors bij mij zijn. Ik krijg dat meer weergeven niet. Ja, hè. Even kijken. Ik zoek al lange tijd antwoord op mijn vraag. Waarom er zoveel oors bij mij zijn. Ik zet ze op de foto. Heb schitterende foto's. Ook met engelen. En één persoon is er altijd. Wil graag weten wie het is. Kan hem niet. En waarom bij mij? Vaderfiguur krijg ik. Ja, ik krijg ook een vader, ja. Ik weet niet of het je vader is, maar ik krijg wel een vader. Ja, dat kreeg ik ook. En dan krijg ik een gids door bij je. Een vrouwelijke? Ja. Ja, een blonde. Ja. Een blonde? Hé, hey, mooie mannen. Hé, hey, Mike. Mike. Jetje, hé. Is mijn gids. Dat is voor jullie. Hartstikke lief, Sascha. Echt super. Maar, wacht even hoor, want... Dat van Ronnie. Waarom dat er bij jou zoveel orbs zijn, dat is heel mooi. Want weet je wat het is, Ronnie? Ook jij bent paranormaal. En het wordt tijd dat jij eens wat met je gaven gaat doen, jongen. Ja. Zijn vader leeft, ja, want dan is het je opa die je als vaderfiguur aanvoelt. Zijn je vader figuur, hè? Dat is haar gids, kreeg ik door. Ja, dat zei ik ook net, dus dat is Veerge de gids. Johan ook zo paranormaal dan? Ja, Johan en Arnett zijn ook paranormaal. Doe kaartjes leggen, hè, Annetje. Kun je dat doen? Ja.